eigenaresse van dit mooie pandje. Ja. Waar staat het? Nieuwwindstraat, nummer 14 tot en met 18. Is het een monument? Ja, dit is een monument. Wanneer is het gebouwd? 1903. Oké. Okay, het eerste huis uit de straat. Sorry, eerste huis uit de straat. Je hebt het onlangs gekocht? Ja. Voor? Voor een leuke prijs. Een prijs die iedereen zich kan veroorloven? Ja, absoluut. Ja, maar er moet natuurlijk wel wat aan gebeuren, want het is een monument wat lang leeg heeft gestaan. Of hoe, wat is de geschiedenis van dit huis? Nou, beneden heeft eigenlijk tot heel recent, eigenlijk tot ik het kocht, iemand gewoond. De eigenaresse. En boven heeft zo'n, nou, ik denk 25 jaar leeg gestaan. 20 jaar, 50 jaar. Hoe heb je het aangetroffen? Je werd natuurlijk verliefd op het huis, maar ja. Zag je ook de problemen van het huis? Ja, maar ik zag ook de potentie van het huis. Ja, er zijn natuurlijk heel veel problemen, kom maar even mee. We beginnen met de grootte. Het belangrijkste van een huis is natuurlijk hier dat het dak goed is en de grootte moet goed zijn. Zeker met oude huizen, met die zouten muren, want als daar water in komt krijg je gelijk uitbolling en dan barst de boel uit elkaar. Nou, hier kun je wel zien. Er zitten scheuren in, maar het is niet heel problematisch. Dit huis is eigenlijk basic, is dit heel goed. Ja? Ja, dit is een van de eerste huizen die met Curaçaos beton zijn gebouwd. Dus het is koraal, zoutwater en cement. Dat zie je ook hier en daar wel. Het is hier toch ook net een beetje. Kijk eens hier. Nou ja, hier komt het er wel doorheen, met zout. Maar het is echt zout. Van het water en niet echt zout van het kwam. Dat dit met cement is gedaan. De nog oudere huizen die hebben het allemaal met breuksteen en kalk. Dat is nog veel zouter. En vandaar, omdat hier die nieuwe formule is toegepast, is dit huis eigenlijk nog best wel een heel goede staat. Ja. Het geld wat je moet spenderen om dit weer in goede orde te krijgen, is dat meer dan de koopprijs? Nee. Nee? Nee, dit huis niet. Dit huis is, nou, ik denk, is 75%. Schat ik zo, werk voor een hele goede schilder. Die ook kan repareren, die muren eventjes uithaalt, raapt en dan weer opnieuw pleistert. En alles met een goede kwaliteit verf doet. Heb iemand die dat ook echt goed kan. Ja. Heb jij contact met monumentenorganisaties gehad over dit fonds? Ja, met Monumentenfonds. Uh-huh. En waar bestond dat overleg? Nou, ze weten dat ik dit pand heb, want zij krijgen natuurlijk informatie over alle monumenten die gekocht worden. En ik heb nog een paar monumenten waarvan ik één ook via hen heb opgeknapt. Dit wil ik eigenlijk liever zoveel mogelijk in eigen beheer doen. Mm-hmm. Dus zonder subsidie van Monumentenfonds. Waarom? Omdat je er ook een lening bij moet accepteren bij de subsidie. En daar zit best wel hoge rente op. 6,5%. En dan zit je dan toch weer voor 5 jaar zeker, maximaal 15 jaar aan vast. En het is natuurlijk veel prettiger om als je klaar bent en je hebt geïnvesteerd gewoon of er zelf te gaan wonen of het te verhuren. Ja. Zonder dat je direct moet gaan terugbetalen. Ja, maar je kent die regeling, hè? Is dat nou een regeling die mensen uitnodigt om monumenten te kopen en op te knappen? Misschien niet in jouw geval dan, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik denk op zich wel. Het stimuleert wel, want het is wel een stuk goedkoper. Denk ik uiteindelijk. Kijk, als je een aannemer in de arm neemt en je besteedt het allemaal uit, dan zit je met zo'n subsidie best wel goed, denk ik. Ja. Maar als je het zelf kunt, zoals ik doe het zelf met mijn eigen mensen, ja, dan ben je natuurlijk toch altijd goedkoper uit zonder lening. Ja. Hoe lang ben je nog bezig? Nou, hier schat ik 5 maanden. Ja. Beneden is best wel ver, zeg maar. 75% klaar. En boven zijn we nu bezig. En we zijn boven nu, hè? We zijn nu boven. Boven is het mooiste gedeelte. Die mevrouw heeft alle oude lampen laten hangen. Heel veel oude meubels. Wie woonde hier? Mevrouw Zaira Koster woonde hier. Uh-huh. En zij was de derde generatie die in dit pand woonde. Ze is hier ook geboren. Zij en waar is ze nu? Mevrouw Koster is naar Santo Domingo voor behandeling van haar spataderen onder andere. Oké, en toen heeft ze het huis maar meteen van de hand gedaan. Nou, het was voor haar, werd het te duur om het te onderhouden. Het onderhoud lukte eigenlijk niet meer. En ze is ouder en slechter been. Als je dan een huis van 400 vierkante of 400 vierkante bijhoudt, dan is het veel werk.
Nou, er staat nog een huisje achter, maar dat is helaas niet meer te redden. Laten we even kijken. Huisje. Dit is eigenlijk het allereerste huis hier in de buurt. Nummer 14. Zo ongeveer 1870 en 1880 gebouwd. En daarna is dit huis ervoor gebouwd. Okay. Ja, maar dit is niet meer te redden. Het is van hout en ja, asbestpannen. Want dat tref je natuurlijk wel aan in veel monumenten. De jaren 60 en de jaren 50 nog een beetje renovatie hebben gehad, dat er ja, toch wel veel asbest in zit. Heb jij nou ook regels opgelegd gekregen over hoe alles gedaan moet worden? Ja, je moet het wel helemaal in de originele staat herstellen, behalve zeg maar de nieuw aangebouwde delen. Dat zie je hier ook. Je ziet daar de oude goot, dus tot daar is eigenlijk het echte monument. Ja. Nou, wat we hier dan gaan doen is eigenlijk, je mag niet in een monumentenstijl aanbouwen. Je moet zien wat het monument is, dat moet je blijven zien. Opzettelijk lelijk maken. Nou nee, want het kan heel erg mooi worden. Maar zoals, ik bedoel lelijk in de zin contrasteren met het monument. Het moet een contrast hebben met het monument. Dus wat ik hier wil doen eigenlijk is hier een plat dak en dan dit allemaal wit. Het huis zelf gaat blauw worden. En dan kun je goed zien waar het monument ophoudt en waar de nieuwe aanbouw begint. Dat is zoals Erik Hagedoorn in de Hoogstraat, die heeft dat heel mooi gedaan bij een pand ook. Wat helemaal terug is gebracht in de oude stijl. Dan heeft hij ook een aanbouw. Heel ja, vierkant, heel strak. Maar dat staat heel mooi. Hey, en wie moet hier uiteindelijk komen wonen? Nou, beneden. Dit huis ligt natuurlijk straks tegenover de nieuwe ingang van het ziekenhuis. Dus beneden ga ik aan studenten van het CEOS. Medisch studenten verhuren. Kom ik nog met mijn stem boven het lawaai. Wauw. En boven wil ik eigenlijk heel graag zelf gaan wonen. Het is echt, dit is echt het mooiste huis. Dit is echt het mooiste huis wat ik ooit heb gezien. Ik ben er echt zo blij mee.